Ja, hoeveel onzin kan men aan in het leven? Dat is de vraag. Altijd weer. Hoeveel flauwekul kun je hebben? En vandaag is die André Hazes junior, die eigenlijk zijn naam helemaal niet mag dragen. Die André Hazes is jarig. En dan heeft die Monique, bijgenaamd Moontje, Moon heeft een bericht gestuurd op Instagram. Nou, als je dat leest, nou, dan schiet je zo verschrikkelijk in de lach. Ongelooflijk. Want jullie kennen het verhaal natuurlijk toch nog wel van onze Dree. Ja, die ging er opeens vandoor thuis. Die was klaar met onze Moontje. En die ging achter de Bridget aan. Weet je wel, Bridget van de boulevard van RTL. Nou, en daar ging hij even een tijdje mee. En het was helemaal gelukkig en helemaal geweldig. En in één keer was het weer afgelopen. Hij ging weer terug naar Moontje. Nou, en bij Moontje was je ook weer helemaal happy. En hij ging op een knie en hij vroeg haar ten huwelijk. En geweldig, en zouden we gaan trouwen. En hup, weg was hij weer. Onze Dree, die ging er vandoor. Die ging naar ene Sarah. Nou, en hup, hij met Sarah, helemaal gelukkig. Ook geweldig. En toen afgelopen weer met Sarah. En daarna papte hij aan met ene Anne Roos. Nou, goed. En dat is dus sinds een paar weken afgelopen. En dan gaat onze Dree, zoals gebruikelijk, weer terug naar Moontje. Ja, en Moontje, dat heb ik al eerder gezegd. Die Moontje, die heeft een hart. Dat is zo groot als het IJsselmeer. Dat is de moeder Teresa van Berkel Roderijs, want daar woont ze. En die Moontje, die heeft wel het idee van, nou, dan neem ik Dreetje maar weer terug. Hey. Volkomen mattenklap. Volkomen kieriewiet. Goed, terugkomend op wat ze ging schrijven vandaag op Instagram. Dan schrijft zij bijvoorbeeld, gelukkig ontdekte je eindelijk de handrem. Onze Dree ontdekte de handrem. Ja, die heb ik pas geleden ook gelukkig ontdekt. Ja, want mijn auto die stond elke ochtend tegen de bumper van de buurman. Ja, en ineens ontdekte ik de handrem. En mijn vrouw zei ook, nou, ik ben zo gelukkig dat je me ontdekt hebt. Nou, en dus ja, maar daarna schrijft ze nog, ja, let op. En je bent begonnen aan de reis naar jezelf. Weer zo eentje. Ja, ik ook. Ik ben ook begonnen aan de reis naar mezelf. Want ik heb laatst al gebeld met een reisbureau. En ik zeg, ik wil graag even een reis boeken. En toen zei ze, waar wil u naartoe, meneer Vermegen? Ik zeg, naar mezelf. En ze hingen gelijk op. Ja, het is volkomen van de gekke dat die Moontje die Dree weer terugneemt. Dat huis in Berkel-Roderijs. De naam hebben ze nu voor dat huis, hebben ze eindelijk. Hoef je niet lang over na te denken. Dat huis heet vanaf nu de Duiventil. He, lekker makkelijk. Nou, en die Dree, die vliegt maar in en uit en vliegt maar in en uit. Maar in de Duiventil zit ook moeder Teresa, die hem van alles vergeeft. Want je zal het binnenkort zien. Dan gaat de handrem er weer af bij onze Dreetje en voep. En weg is hij weer, zijn pik achterna. Dus, ik zou zeggen, ik wens jullie veel plezier op jullie treinreis. Want daar heeft het de hele tijd over. De treinreis hier naartoe en de treinreis daar naartoe. Gaan jullie maar samen in jullie treintje zitten. En ik zou zeggen, woehoe!